deze video ook kijkt. Welkom weer bij een nieuwe attractietester. Vandaag zijn we in Duitsland om een poliep uit te testen. En een poliep, ja, die komen zo vaak tegen op een kermis. Moet je die dan nog wel testen? Nou, achter mij staat Der Poliep. En Der Poliep wordt door alle kermisfans geclassificeerd als de beste poliep die er maar is. Nou ja, reden genoeg voor mij dan om hem te testen, toch? We gaan instappen. Here we go! Welkom dames en heren aan boord op Der Poliep. Onder kermisfans wordt deze geprezen als de allerbeste poliep die er is. Want die kraken, dat was vroeger de allerbeste poliep die er is, maar die is van de troon gestoten. Door de kermisfans, blijkbaar door deze. En dit is de eerste keer dat ik deze poliep ga doen, dus het zal me benieuwen. Die Duitsers hebben sowieso een ander ritverloop in hun rit zitten. Bij de Duitse poliepen gaat hij eigenlijk 9 van de 10 keer meteen naar boven. Op de grond draaien doen ze eigenlijk vrijwel nooit. Dit is de enige die dan met de finale nog even op de grond draait. Voor de rest, bijna elke poliep begint boven, eindigt boven en draait totaal niet op de grond. Maar ik moet zeggen, tot nu toe zitten we een lekker tempo in hoor. En hij gaat al gas geven. En er zijn weinig poliepen die ook overdag al lekker gas geven met het ding. Ja, daar gaat hij! Ja, dan doen we de beugel even een tijdje strakker voor, hè? Maar goed, wat ik dus wilde zeggen, is dat geen enkele poliep zo vaak de turbo gebruikt tijdens de rit als dit. Weet je, je hebt hier losse beugels, dus je krijgt veel airtime. Maar er is hier een klein riempje voor de kinderen, zodat die niet loskomen. En daarom geeft deze gewoon tijdens de rit vol gas. Nou, waarom doet hij dat nu niet? Gas erop, want ik kreeg het toch een toegave. Here we go. Al heb ik hier het gevoel dat hij wel degelijk harder draait dan welke poliep ik ooit in heb gezeten. Dus ik ga vanavond nog een keer doen. Kijken of hij dan
de hele rit op dit tempo draait. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Zo mensen, ik ben er nog een keer in geweest en ja, zoals je aan de beelden wel kan zien, had ik het idee dat de tweede keer de rit even wat heftiger was. En ik kan je vertellen, qua polypen, qua octopussen, is dit echt mijn nieuwe favoriet. Want wat geeft die topritten weg, lange ritten weg, veel variatie. Veel rood, veel show, ja, het is gewoon echt de beste zaak. Ik weet niet of die in mijn top 5 terecht komt. Ja, want ja, daar komen toch wel echt wat meer extremere, grotere, ook over de kop en zo. Maar ik kan je wel zeker beamen, dit is de beste octopus polyp, hoe je het wil noemen, die er is. Mensen, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Want wil jij weten wat er wel in mijn top 5 staat? Abonneer dan snel.